Hey iedereen, welkom terug op deze video. In deze video wil ik je eventjes meenemen in mijn verhaal. In die zin dat ik je wil gaan uitleggen of vertellen waarom ik deze video's opneem en waarom dat ik eigenlijk de diensten aanbied. Dat ik ook met als bedoeling om jou verder te helpen op jouw pad. Om jou te ondersteunen in jouw soul searching, in het op zoek gaan naar jouw ziel, wie dat je werkelijk bent, naar jouw essentie. Nu, persoonlijk kost het me bijna 8 jaar, denk ik, om te komen waar ik nu uiteindelijk sta. En dat betekent dat ik heel veel geïnvesteerd heb in mezelf. Niet alleen in tijd en energie, maar ook in geld. Door de verschillende cursussen en coaching die ik gevolgd heb en aangekocht heb. Het is niet altijd allemaal offline, maar ook een aantal online cursussen. Van mensen over heel de wereld. En altijd mensen die net een stapje verder waren dan ikzelf. En eigenlijk enkel maar met als doel, zodanig dat ik klaar zou zijn op dit moment om mijn gaven en mijn talenten te gaan gebruiken ten dienste van jouw groei, van jouw proces. En doorheen de jaren heb ik eigenlijk opnieuw geleerd, ben ik mij opnieuw gaan herinneren hoe dat ik mijn connectie en mijn verbinding met de bronnen, met mijn gidsen, vanuit de hogere realms, vanuit de hogere energieën, ten dienste van mijn groei, maar ook van jullie groei kan gaan inzetten. Want het is de bedoeling dat iedereen, of toch zoveel mogelijk mensen, mee evolueren naar die nieuwe samenleving, naar de nieuwe wereld. En daarvoor is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan zichzelf gaan werken. Om de mannelijke en de vrouwelijke energie die aan zichzelf zit te gaan balanceren, om eigenlijk in eenheid met jezelf te komen. Door te leren van jezelf te houden, door bewust te worden van je gedachten of om al hetgene die niet bij jou hoort of al hetgene dat je gewoon eigenlijk zomaar overgenomen hebt van je omgeving, van opleidingen, van familie, van vrienden, om die allemaal bewust te gaan worden en te gaan transformeren. Maar ook om trauma's te helen en niet alleen trauma's van dit leven, ook trauma's uit het vorige leven, die nog steeds een invloed hebben op jouw leven nu. En dat doen we dan al door te werken met tijdslijnen. Maar ook om verkeerde programmeringen te gaan transformeren. Hè. Dus alles wat je meegemaakt hebt, blijft voor een stukje vastzitten in jouw lichaam. Niet alleen in je fysieke cellen, maar ook en vooral in jouw lichtlichaam, in je aura, in je energieveld. En dat blijft altijd maar onbewust sluimeren en onbewust een invloed uitoefenen op jouw geluk en op jouw, wie dat je bent, op jouw balans. Zolang dat je daar niet bewust van bent, dan blijft die invloed, vaak een negatieve invloed, ja, jouw leven sturen. En dan denk je soms van, hoe komt het nu dat ik niet de liefde kan aantrekken die ik heel graag wil? Hoe komt het dat ik altijd in relaties op hetzelfde punt kom en waardoor dat de relatie stuk gaat? Hoe komt het dat ik in mijn beroep of in mijn job geen voldoening meer haal en dat ik na een aantal jaren of misschien zelfs maanden of weken ben uitgekeken op die job? Hoe komt het dat ik het altijd maar opnieuw weer uitdagingen nodig heb? Al die dingen hebben te maken met wie dat je werkelijk bent en met alles wat er nog in jouw systeem zit. En de bedoeling is van mijn werk en mijn missie om dat zoveel mogelijk te gaan uitzuiveren en te gaan elimineren, is misschien niet goed hoor, maar te gaan transformeren. En het is vooral mijn taak om jou daarin te ondersteunen, om jou daarin te educeren, les over te geven, of wat je het ook wil noemen, zodat je het werk kan doen die nodig is, opdat jij ook weer volledig in jouw potentieel kan gaan staan. Zodanig dat jij vanuit jouw essentie, vanuit wie je werkelijk bent, dus vanuit jouw energie, los van alle invloeden en vervuilingen van jouw omgeving, kan gaan leven, kan gaan je dromen gaan verwezenlijken, je verlangens kan in de wereld gaan zetten. Dat is de bedoeling, dat is mijn werk, dat is mijn missie, dat is mijn passie ook, omdat ik weet dat het kan en omdat ik geleerd heb hoe dat het moet. Daarom vertel ik jou aan de hand van deze video's, aan de hand van de blogjes, zoveel mogelijk over alles wat ik weet, zodat ook jij verder kan. Ja, niet alles is gratis natuurlijk. Hè. Heel veel informatie en heel veel kennis zal je in de video's kunnen terugvinden of op mijn website en de blogjes. Maar
Bijvoorbeeld de individuele sessies of reading of consultatie is niet gratis. Waarom? Omdat het gewoon te maken is met het signaal dat je eigenlijk uitstuurt naar het universum. Als je alles gratis krijgt of alleen maar overal alles gratis informatie verzamelt, dan zeg je eigenlijk aan het universum van ik vind mezelf niet waard om geld aan uit te geven. Je vindt het jezelf niet waard, je zet jezelf niet op de eerste plek. Door in jezelf te gaan investeren. En eigenlijk zeg je dan op dat moment dat je eigenlijk niet van jezelf houdt, of niet voldoende van jezelf houdt, dat anderen belangrijker zijn. Dus hier gaat het terug een stukje over het stuk zelfliefde. En dat uit zich op verschillende manieren, waaronder dus ook grenzen stellen, maar dus zeker en vooral ook naar het voor jezelf beslissen, en zeggen van, ik ben het waard om die coaching te volgen, of ik ben het waard om die opleiding te volgen, of ik ben het waard om die grens te trekken en dat werk niet meer te doen. Ik ben het waard om die relatie stop te zetten en een nieuwe relatie aan te gaan, of geen relatie aan te gaan, en u te focussen op de relatie met jezelf. Dus dat heeft allemaal te maken met zelfliefde. En van zodra dat je dat begint te beseffen en dat je bewust van wordt, dan is het mogelijk om, ga je meer en meer op die mannelijke en die vrouwelijke energie in jezelf gaan balanceren, ga je alles die jou nu nog wat tegenwerkt gaan transformeren, zodat je meer en meer in eenheid, in union met jezelf komt. Dus in verbinding wordt, of in uitleiding komt met jouw ziel, met jouw essentie. Natuurlijk, afhankelijk van wat je bent op pad van bewustwording, heb je andere noden en inzichten nodig. Daar ben ik me heel hard van bewust. Daarom zijn er ook verschillende video's en ik ga proberen om die altijd heel, ik ga niet zeggen kort, maar wel heel efficiënt en to the point te houden. Dus ik ga proberen niet te veel uit te weken. Daarom heb ik ook mijn blaadje met mijn notities, zodat ik niet uitweek. Ook in mijn diensten ga je dat zien, dat er verschillende manieren zijn waarop je met mij kan samenwerken. Afhankelijk van welk trauma je bijvoorbeeld wilt bewust van worden, of een bepaalde vraag die je hebt en je niet begreep van waar dat komt, kan je misschien bijvoorbeeld beter een transformatiesessie gaan reserveren. Is vooral een meer inzicht rond een huidige vraag die je wil krijgen via mijn gidsen. Of jouw gidsen, dan kan dat eigenlijk ook gewoon via een reading. Dat kan online, dat kan offline, afhankelijk van waar je woont, afhankelijk van je beschikbaarheid. Hè. Sowieso, alle video's die ik opneem, hebben allemaal de bedoeling om bewustzijn te verruimen. En vooral om te tonen dat er meer is dan wat jij nu beschouwt als jouw waarheid. Daar ga ik nu niet dieper op ingaan, daar gaan we wel een andere video dan over maken. Maar door aan jezelf te werken, ga je ontdekken wat dat jouw echte waarheid is. Wat dat jouw waarheid is, die echt op dezelfde trilling, op hetzelfde energieniveau is als jouw essentie. En alleen zo, enkel zo, ga je opnieuw ook weer die verbinding kunnen maken met je essentie. En ga je jouw essentie, jouw energie ook kunnen vorm gaan geven vanuit deze incarnatie. Dus vanuit wie je nu bent, dus in dit leven. Je zal zien in de komende video's die ik zal maken en zal publiceren, gaat er ook heel veel gesproken worden over relaties, over problemen in relaties. Waarom? Omdat je aan de hand van de relaties die je hebt, jezelf beter leert kennen. Want elke relatie is een spiegel voor iets zodat er, vooral als er iets niet goed gaat in de relatie of iets niet in balans is, en zelfs ook als er iets goed gaat, maar om jezelf beter te leren kennen, om te ontdekken waar dat jouw schaduwkanten zijn, of wat dat je schaduwkanten zijn en wat dat er nog niet in balans is. Door te ontdekken wat er gaande is via die relaties, kan je ontdekken welke lessen je aan het leren bent, waardoor je eigenlijk weer opnieuw bewustzijn gaat gaan verruimen. En zo gaat het altijd verder en verder, dieper en dieper, laag per laag, totdat je uiteindelijk aan de kern komt van je ziel. Want de kern van je ziel, wat is dat? Dat is liefde. Onvoorwaardelijke liefde. En dat is eigenlijk het fundament van jouw bestaan, van jouw leven. En daar gaat uiteindelijk alle video's en alle content die ik ga schrijven, die ik ga publiceren, gaat daarover gaan. Of dat is de rode draad in alle video's. Zo, ik hoop dat
een beetje duidelijk geworden is. Ik heb voor nu alles vermeld wat ik wou vertellen. Moest het zijn dat je nu al zegt van ik heb inderdaad al een vraag of ik heb al een... ik zet me een enorm trauma of iets wat ik weet vanuit mijn kindertijd of maakt niet uit. Dan voel je vrij om altijd om contact met mij op te nemen. Dat kan via mijn website. Ik zal het hieronder in de video ook nog eens vermelden hoe en waar dat je me kan contacteren. En ik ben, ik sta klaar om jouw proces, jouw pad, jou verder te begeleiden. Zodanig dat ook jij kan worden wie je werkelijk bent. En ook die innerlijke vrijheid en die innerlijke rust kan gaan ervaren. Want iedereen verdient dat, jij ook. Zo, tot ziens in de volgende video. Dag!